Hoewel de verkiezingen voor het Europees Parlement traditioneel weinig populair zijn, trok donderdag toch menig kiesgerechtigde naar de stembus. Tussen 8:30 en 9:00 kon er worden gestemd in onder meer de buurtcentra, gemeentehuizen en op treinstations. Zo ook in de regio Gelderland, waar de vrijwilligers geduldig klaar zaten om de stempassen te controleren en de stembiljetten uit te delen. Al veel stemmers gezien vandaag? Ja, eigenlijk boven verwachting heel veel. We zitten al bijna op de 1000 stemmers op dit moment. En dat is niet zo gebruikelijk voor deze plek? Wel gebruikelijk als je het in vergelijk trekt met de gemeenteraadsverkiezingen. En toen hadden we 2 stembureaus. Dus in die verhouding lopen we eigenlijk precies gelijk. Dus de opkomst lijkt een beetje uit te komen zoals 4 jaar geleden. Ja, toen was je er ook bij de gemeenteraadsverkiezingen? Bij de gemeenteraadsverkiezingen was ik er wel bij. Die was in maart, maar de vorige Europese verkiezingen was ik er niet bij. Ja, dan hoor je toch wel veel kanten van, nou, Europese verkiezingen traditioneel het laagst, niet zo populair, maar op dit stembureau is daar niks van te merken. Het loopt in ieder geval de hele tijd door en dan zal de opkomst misschien ook nog wel rond de 30% uitkomen, dus eigenlijk wel laag. Maar wij hebben in ieder geval de hele dag te doen. En ook nog wel tot 9:00 vanavond. En nog iets later, omdat we toch nog aardig wat moeten gaan tellen. Het Europees Parlement kent 751 zetels verdeeld over 28 landen. Nederland neemt daarvan 26 in. 19 partijen doen mee om die zetels te veroveren. De partijen die in het Europees Parlement zijn vertegenwoordigd zijn het CDA, PVV, PvdA, VVD, D66, GroenLinks, SP, ChristenUnie, SGP, 50+ en Artikel 50. Daarnaast zijn er 9 deelnemers die nog geen Europese vertegenwoordiging kennen. Waaronder bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Waarom gaat u stemmen? Als er niet gestemd zou worden, dan zou de democratie in Nederland zou eigenlijk helemaal afgelopen zijn. Alleen met die bestanden moeten onze stem laten horen en een eigen geluid laten horen in Nederland. En dat wordt op dit moment door Brussel, Europa, wordt dat op een gegeven moment ontkend. Was het moeilijk om een keuze te maken op wie u zou gaan stemmen? Je kijkt uiteraard naar de programma's, je leest het door, maar... Ik ga er gewoon vanuit dat ik dezelfde partij stem als ik voor het Nederlandse doe. Waarom heeft u gestemd? Omdat ik het belangrijk vind. Ik wil mijn stem niet verloren laten gaan. En mijn man die is heel druk op mijn werk, dus hij zei, we gaan stemmen. Wat ook gebeurt. Dus zo doen we. Was het moeilijk om een keuze te maken? Ja, vond ik wel. Ik ken er niet zoveel van. Dus dan moet je eigenlijk een beetje het nieuws gelezen hebben. En ja, dat heb ik eigenlijk niet. Dus. Waarom hebt u gestemd? Nou ja, omdat ik dat belangrijk vind. Ja, ik bedoel, ik kan ook thuis blijven, maar ik denk, ik ga toch nog even stemmen. Hè? Want iedere stem is er toch één. Vond u het moeilijk kiezen? Ja, heel moeilijk. Ja. Maar moet ik zeggen waar ik op... Nee hoor, dat hoeft u niet te zeggen. Okay. Maar wellicht ook doordat er niet zoveel bekende gezichten tussen zitten? Klopt. Maar ik denk, ik ga toch stemmen, want ik vind het toch belangrijk. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland zijn van alle EU-landen het eerst met de verkiezingen. Andere landen stemmen pas zondag 25 mei. De uitslag van alle landen wordt dan ook pas 30 mei bekendgemaakt. Anton Jansen stapt op bij NEC. De trainer kan na de degradatie naar de eerste divisie verder als assistent bij de Nijmeegse club, maar weigert deze rol in te nemen. Jansen werd in augustus 2013 door NEC binnengehaald om de sportieve crisis een halt toe te roepen. NEC moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Ook de assistenten Jack de Gier en Ron de Groot en keeperstrainer Wilfried Broekhuis hebben te horen gekregen dat hun takenpakket in het nieuwe seizoen gaat veranderen. In de begeleiding is ook in het nieuwe seizoen geen plaats meer voor teammanager Ton Spaan en ook de materiaalman Herman Jansen. En ook Edo Ophof lijkt weg te gaan bij de club. Nieuwe routeborden en snelfietsroutes in de regio Nijmegen-Arnhem moeten fietsen vanaf eind mei beter de weg wijzen. De stadsregio Arnhem-Nijmegen begint een proef met de bewegwijzering langs delen van snelfietsroutes in de gemeente Overbetuwe, Beuningen, Duiven en Nijmegen. Regio's als Utrecht en Twente kijken met speciale belangstelling naar de resultaten van de proef in de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Als alle aanmeldingen na de zomer ook zouden leiden tot inschrijvingen, moet de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, goed voor zo'n 32.000 studenten, flink gaan uitbreiden. Per 12 mei hadden zich vergeleken met dezelfde periode vorig jaar 13.768 potentiële eerstejaars gemeld. En dat zijn er ruim 5.000 meer, een groei van 64%.
200 militairen zijn donderdagmiddag vanuit een Amerikaans vliegtuig op de Ginkelse Heide bij Ede gedropt. De parachutistenlanding is één van de onderdelen van de operatie Reliable Sword dat deze week plaatsvindt. Het publiek kon zich van een afstandje vergapen aan de dropping. Ja, indrukwekkend, ja. Ja, zeker. Ik vind het geweldig. Ik heb heel veel met verleden, zou ik maar zeggen. Niet dat ik het mee heb gemaakt, maar ja, heel veel interesse daarin. Dus wel fijn, ja. Ja, heel mooi. Ja, ik had er iets meer actie van verwacht eigenlijk. Ik had er ook stiekem gehoopt dat ze ook nog materieel ging droppen eigenlijk. Maar dat hebben we nog niet gezien. En ja, voor de rest is het heel realistisch en mooi om te zien natuurlijk. En wel eens vaker een dropping gezien? Ja, wel eens eerder gezien, maar nog nooit zo groot als dit. Zo'n groot toestel inderdaad. Dit is voor het eerst zo'n modern groot toestel te zien. Dus ja, heel indrukwekkend. In het kader van Reliable Sword wordt al de hele week in Gelderland geoefend met verschillende disciplines en eenheden. Defensie wil zichzelf zo promoten voor het grote publiek. Veel van de uitgevoerde acties waren dan ook goed zichtbaar voor belangstellenden. Zo werd zondag in Renkum een fabriek op vijandelijke elementen veroverd door de luchtmobiele brigade en de defensiehelikoptercommando. En was er een tentenkamp van zo'n 150 soldaten bij kasteel Doorwet. Hoe ging de dropping? De drop ging goed. We hebben ongeveer 100 man gedropt, static line. En uiteindelijk zijn we zelf vrijval met de instructeurs ook afgesprongen. Ja, je bent zelf leider van de groep parachutisten? Niet van de parachutisten, wel van de Defensie Paraschool. En ik ben de verantwoordelijke voor de drop. Ja, waar moet je dan allemaal rekening mee houden? We moeten rekening houden met de winden. Dat is natuurlijk belangrijk voor het droppen. Daarvoor hebben we een commandant DZ en die bepaalt waar eigenlijk het release point is van de mannen. Ja, het vliegtuig dat jullie heeft gedropt, dat vloog vrij laag. Is daar een bepaalde reden voor? Ja, de mannen die springen static line af. Dus die zijn op ongeveer 1200 voet zijn ze afgesprongen. Dat is ongeveer 300 meter. Ja, en die hebben een automatische opening. Dat houdt in, zodra ze het vliegtuig verlaten, ja, wordt direct hun parachute geopend. En hebben ze een open valscherm. Is dat een routineklus? Voor ons is het een routineklus. Voor de mannen begint het een routineklus te worden. Ja, ze proberen het steeds meer eigenlijk in hun oefening te verwerken. Ja, waardoor ze meer ervaring krijgen. Hoe bewerkelijk is de organisatie van zo'n luchtlanding nou? Nou, dat is redelijk bewerkelijk. Er moet eerst een verkenning gedaan worden voor het terrein. Want het terrein moet natuurlijk wel geschikt zijn om een luchtlanding te doen. Want je hebt niet zoveel aan het stellen van je troepen uitgeschakeld worden. Alleen omdat ze op een oneven terrein landen wat eigenlijk niet geschikt is. Nou ja, van oudsher weten we dat dit terrein erg geschikt is. Want we hebben dat ooit een keer in het verleden hebben we hier ook een landing gedaan. Dus het moet kunnen hier. En we hebben ook gezien dat nu een landing is geweest. En dat is goed gegaan. De man is allemaal mooi geland. Dus dat is prima. Het weer speelt dan ook mee? Het weer speelt uiteraard ook mee. We hebben vandaag ideaal weer. Er is een klein beetje wind, maar dat is lekker. Dat is goed voor de parachute. Dan heeft hij goed draagvermogen. Is het slechte weer, onweer of hardere wind, ja, dan wordt het moeilijk. Dan is een paralanding eigenlijk niet echt makkelijk te doen. Ja, nou is deze dropping onderdeel van een weeklang Reliable Sword. Tot nu toe tevreden terugkijken? Ja, ik denk dat het een geweldige oefening is geweest. We hebben maximaal met onze parachutisten kunnen oefenen. We hebben een paar mooie helikopterinzetten gehad. Ja, en natuurlijk een beetje mede door het weer. We hebben dat makkelijk kunnen oefenen. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een hele mooie oefening. Mooie promotie voor Defensie. En ook dat nog, hè, dat nemen we dan even mee. Hè. Dat is natuurlijk altijd meegenomen. Ja, zeker. En tot slot wethouder Gerry Elfrink van Cultuur en Vastgoed van de SP in Arnhem. Die wil af van verkapte kortingen op de huurprijs die het stadsbestuur verleent aan instellingen die gebruik maken van gemeentelijke gebouwen. Elfrink wil dat de instellingen de echte prijs gaan betalen. De oppositie ziet in deze maatregel een opmaat naar bezuinigingen. De Zakrum staat aan de vooravond van een grote verbouwing en opknapbeurt. De Arnhemse Concertzaal heeft een renovatie nodig om weer voor jaren geschikt te zijn voor tal van voorstellingen en concerten. Cultuurwethouder Gerry Elfrink, directeur Muze Zakrum en Schouwburg Arnhem Gijsje van Honk en directeur van het Gelders Orkest George Wiegel waren donderdagmiddag in de parkzaal van Muze Zakrum aanwezig om de verbouwingsplannen nader toe te lichten. Hoe hard is die renovatie nu eigenlijk nodig? Nou, als je hier rondkijkt en jullie nemen echt nog wel het een en ander op, begrijp ik. Dan kun je zien dat het zwaar verouderd is. Dat vooral die oudbouw, de vroegere nieuwbouw, want eigenlijk is dit de nieuwbouw waar we nu staan. Die ziet er zo slecht uit en is gewoon ook niet bruikbaar. De zaal is te laag, het Gelders Orkest kan er ook niet repeteren. We kunnen niet tegelijkertijdig programmeringen naast elkaar laten lopen. Het is allemaal kruipdoor, sluipdoor. Het is slecht
in onderhoud. Het ziet er gewoon belabberd uit op alle fronten. Ja. Ja, en er komt dus ook een stuk nieuw bij. Ja, waar wij nu staan, er is een slooplijn dadelijk. Het deel waar je richting park kijkt, wat er in de 80e jaren is aangebouwd, dat deel wordt gesloopt. Als het een beetje mee zit, dan volgend jaar in juni. En aan de achterkant komt dus een nieuwe zaal van 1100 vierkante meter. Ja. En dan wordt die straks weer aangeheeld en dan heb je dus twee prachtige zalen. De oude, monumentale, historische zaal en de nieuwe, die voor veel meer doeleinden te gebruiken is. Ja, want hoe zit dat kostenplaatje ervoor uit? In totaal het achterstallig onderhoud inlopen, het in oude glorie herstellen en moderniseren kost bij elkaar 18 miljoen euro. En hoe is dan de verdeling gemeente-provincie? De provincie betaalt meer dan 5 miljoen mee, dus dat is heel, heel mooi. Dus ook dank aan de provincie. Ja, er zit wel een zekere tijdsdruk achter, hè? Ja, maar dat is ook niet erg. Er moet hier ook gauw wat gebeuren. Het dak hebben we gelukkig al wel gedaan, want dat was ook heel erg slecht. En ja, een dak is het meest kwetsbare onderdeel van je gebouw, want dan hou je het niet meer droog, ook letterlijk niet meer. Dus dat hebben we al gedaan, maar er moet gewoon ook wel snel wat gebeuren. En dat gaan we nu doen. En dat is ook de reden waarom we eigenlijk anderhalve week na aantreden van het college dit besluit al hebben genomen als BNW. Ja, het was even hard werken. Ik ben ook al stiekem een week voordat mijn benoeming door de raad gedaan was al mee aan het werken gegaan. Om al het huiswerk al goed te doen, gesprekken gevoerd, nota voor elkaar gemaakt voor BNW, zodat die dinsdag ook kon besluiten. Dus dat hebben ze gedaan afgelopen dinsdag. Ja, wanneer moet de geheel vernieuwde Musesacrum dan klaar zijn? Ja, dat is dan ergens, zijn we alweer een paar jaar verder. Dan hebben we het over een jaar of drie dat het uiteindelijk helemaal klaar is. We doen het ook stapje voor stapje, want het blijft wel in bedrijf. Want er moet ondertussen, en dat vind ik ook heel belangrijk, wel geld verdiend worden. Want je kunt wel zeggen, nou, we gooien alles eruit. En dan maken we wel even tijdelijk iets waar het dan allemaal kan gebeuren. Maar dan ben je echt nog veel meer geld kwijt. Dus hier zit een heel creatief proces achter. En dat zorgt wel dat het 3 jaar duurt. Nu gaan we architect uitzoeken. Die gaat snel aan het werk. En dan gaan wij rond de jaarwisseling ook de opdracht geven. Dan gaat de aannemer aan het werk. Dan wordt het geld ook besteed. Nou, en dan zijn we daar over 2 jaar daarna weer zover dat wij met elkaar de opening kunnen vieren.